وإني من يثجين وإني ما يغذر حق وإني ما يغاث كذ وإني من أسنسن وإني من داك غوشند أزولو وثمارة ثني وإياه تمارة ثنسنة أزولو وثمارة ثني وإياه ذبري ثنسنة أبريد إني ذا عشقان وابش حاري ذي عشقان واني ذي غير حان أي والدر وذي تعقب أسولا 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 أبريد إني عشقان وابش حاري ذي عشقان واني ذي غير حال كسيث ومن وذي تعقب أسولا 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 Dank u wel. Ga dus om, dank u wel. Volgende nummer. Oké, Temazicht. Die hebben we gezongen. Ik en mijn dochter. De afscheid van Beatrix. En Ahoy. Yeah, yeah, and this is none. This is a massive.
Ik hou van mijn land. Nine, 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 nine.
Dankjewel. Dankjewel. Yes. Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Bali. U heeft net bij het binnenkomen geluisterd naar prachtige liedjes van Barashit en zijn dochter Noumidia. Geef ze een hartelijk applaus. Dankjewel. U zult ze de rest van de avond nog een paar keer voorbij zien komen en horen vooral. Goed, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik hoorde net dat het uitverkocht is. Ik denk dat er nog wat te laat komen zijn, maar we gaan gewoon beginnen. Want we zijn best wel strikt als het gaat om de tijden. Je zou het niet zeggen, maar dat doen we wel. Het is een bijzondere avond. Een bijzonder debat eigenlijk, of gesprek, of discussie, of hoe je het mag noemen, met een aantal bijzondere mensen. En het gaat over een bijzondere situatie, over de opstand of de protesten, de situatie in Marokko, wat eigenlijk begonnen is in de RIF en nu, de laatste tijden, de laatste weken, zelfs is uitgebreid naar andere delen in, van het land, als het gaat om sociale onrust, sociale protesten. De avond gaat als volgt. Zometeen een inleiding. Daarna doen we in twee blokken twee stellingen of twee vragen behandelen. Met verschillende deelnemers, panel, leden, zoals dat heet. Tussendoor, zoals ik net ook zei, krijgen we ook nog eens muzikale intermezzo's van Barashit en zijn dochter Noumidia. En op het eind doen we ook nog een plenair vraaggesprek met de zaal, met jullie eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wel hartstikke interessant. Goed, mijn naam is Rachid Benhamou. Ik ben freelance journalist en cultureel ondernemer. Ik zelf kom, althans mijn ouders in ieder geval, maar ik ook dus. Mijn roots liggen ook in het RIF-gebied. Net zoals vele mensen hier in Nederland die van Marokkaanse origine zijn. Ongeveer 85% komt uit het gebied. Dus je kan je voorstellen dat mensen het nauwlettend volgen wat daar gebeurt en ook iets met ze doet. Goed, genoeg over mij, genoeg over het programma. Nog één huishoudelijke mededeling, nee, twee eigenlijk. Bij binnenkomst heeft u gezien is een steentje met boeken. Dat is van de Berbibliotheek. Dat zijn boeken vertaald, uitgebracht, opnieuw uitgebracht, noem maar op. Heel interessant, uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten. Ik zou zeggen, na afloop, ga er even langs en kijk er even naar. Maar koop ook, als je dat wil. Tweede huishoudelijke mededeling. Er is een livestream. Er wordt live uitgezonden op de website van de Bali, www.debali.nl. Toch? Ja. En op Twitter kun je het volgen via hashtag de Bali of hashtag Hirak. H-I-R-A-K. Goed, ik ga iemand aankondigen die ons gaat vertellen wat er eigenlijk precies aan de hand is in Marokko. Wat de aanleiding is van de sociale onrust, de protesten, maar dus ook de aanleiding van deze avond. Hij is docent, hij is schrijver en ook uitgever van de Berberbibliotheek. Ik zou zeggen, geef hem een hartelijk applaus. Aziz Aynan. Dankjewel, Rachid, voor de aankondiging. Inderdaad, mijn naam is Aziz Aynan en ik belde een aantal maanden geleden. Ben ik trouwens goed te horen in de zaal? Ja, ik zie iedereen knikt, heel fijn. Belde ik de directeur van de Bali, Jori, en ik zei tegen hem, volgens mij is het tijd om een avond te organiseren in de Bali over de RIF. En toen zei hij, wat is er in de RIF aan de hand? En toen zei ik, daarom moeten we dus een avond organiseren. Ik vind het echt heel fijn dat u gekomen bent. En er druppelen wat mensen binnen. En ook fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn. Ik wil ook even direct Sophie bedanken. Sophie Ruttenfrans, zij is de redacteur van de avond. Zij heeft de avond samengesteld. De gasten uitgenodigd en dergelijke. Heel erg bedankt. Wat ga ik doen? Ik ga proberen in een aantal paragrafen, dus methodisch aan te geven wat de situatie momenteel is in de RIF. Dus ik heb het zo eenvoudig mogelijk proberen te houden. En aan het eind van het stuk geef ik een aanzet voor het gesprek. Dat ik ga voeren, het eerste deeltje met
met twee gasten, met de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. En met een oud-journalist van Marokko, uit Marokko. Maar goed, dat komt straks. Trouwens, ze heet Sjoukje. Sorry, ik was even je naam vergeten. Maar goed, je kunt jezelf straks introduceren. Goed, dan gaan we beginnen. Zijn we er klaar voor? Oké. Het stuk draag ik op aan een goede vriend van mij, die helaas niet meer onder ons is. De dichter Sasha. Ik probeer op... Iedere keer als ik op een podium sta, dan zeg ik Sasha. En nogmaals, Sasha. De dichter, de denker en de dwarsbomer. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar vanaf nu af aan, dwarsbomer. De rif in paragrafen. Ik zie een aantal mensen binnenkomen. Dat is familie van mij. Altijd te laat. Er zijn daar plekken, dus ga alsjeblieft zitten. En het is echt twee broers en mijn schoonzus. Altijd te laat. Er is een livestream bezig, dus de hele wereld weet het. Ik zal jullie namen niet noemen. Er is daar nog een plekje. Goed. De rif in paragrafen. Op de Hogeschool van Amsterdam, waar ik werk, geef ik mijn studenten dikwijls de opdracht dat ze hun onderwerp van onderzoek goed kunnen kennen. Als zij de wie, wat... waar, wanneer, waarom en hoe vraag stellen. En die eenvoudige methode passen we vandaag toe in 6 paragrafen. Om het onderwerp, de opstand in de rif, ons eigen te maken. Voordat we dat gaan doen, gaan we nu naar een fragment kijken. Paragraaf 1. Wie? Op de zojuist bekeken opnames zagen we de leider van de Rifijnse vrijheidsbeweging, Nasser Zevzafi. Zijn huis werd door allerhande Marokkaanse ordentroepen belegerd. De bevolking van zijn thuisstad Al-Hosseima voorkwam met haar lichaam dat de troepen Nasser Zevzafi oppakten. Hij wist slechts 48 uur uit handen van de autoriteiten te blijven. Hij werd verlinkt. Er wordt zelfs gezegd dat de schuilplaats door een Marokkaanse Nederlander is verklikt. Ik breng u graag in herinnering dat de Rifijnse bomgordelterrorist Salah Abslam met medeweten van buurtbewoners 126 dagen in het Molenbeekse Brussel wist onder te duiken. Momenteel zit Nasser Zevzafi in het gevangen. Ook honderden anderen. Ze worden gewetensgevangenen genoemd. Dit zijn burgers die in de cel zitten omdat ze een andere mening hebben dan Marokko. Nasser Zevzafi wordt van een heleboel zaken verdacht. Een van de meest opvallendste aantijgingen is dat hem kwalijk wordt genomen dat hij een complot tegen de Marokkaanse staat wilde ontketenen. De wet geeft de rechter de mogelijkheid om hem daar de doodstraf voor te geven. Het is van belang om te weten dat de koning van Marokko de allerhoogste rechter is. Zo is dat in de grondwet geregeld. Paragraaf 2. Wat? Wat heeft Nasser Zevzafi, de zogenaamde complottensmeder, nu eigenlijk gedaan? Op 28 oktober 2016... stierf de visverkoper Mohsin Fikri in een vuilniswagen.
Hij werd door de pers van de vuilwagen geplet. Iemand had willens en wetens de wals aangezet. De visventer was in de bek van de vuilauto gesprongen omdat hij zijn viswaar wilde redden. Die was er ingegooid door de ordendienst, omdat Mohsin Fikri hen geen smeergeld wilde betalen. Wat was er in die situatie gevaren? Wat is er met die mensen aan de hand? De ongelofelijke dood van de visboer schokte de wereld. De stad Al-Hosema ging na de moord massaal de straat op om te demonstreren tegen de Marokkaanse ziekte, die uit corruptie, geweld en paranoia bestaat. Het is ook die malade die de koning in het zadel houdt. En niet alleen het land wordt ziek gehouden, maar ook de koning sjouwt letterlijk met zuurstofflessen en ligt regelmatig in Franse klinieken. Misschien denkt u, ieder volk krijgt de leider die het verdient. Maar deze alleenheerser verdient het Rifijnse volk niet. Wie dan wel? Uit die volksprotesten ontkiemde zich een echte leider. Ik zei zijn naam al, Nasser Zewzefi. Die stem en richting gaf aan de Rifijnse volksbeweging. Het doel van de volksbeweging is eenvoudig. Marokko beter maken. Ook waren er sociale eisen om hun streek te resocialiseren. Ik gebruik het woord resocialisatie omdat de teneur van de Rifijn is dat hij in de gevangenis zit, die de naam Marokko draagt. Tijdens de dagelijkse protesten werden de universele rechten van de mens uitgelegd, de geschiedenis verteld en de kunsten bedreven. Paragraaf 3. Waar? Waar is het gebied dat de beweging beter wil maken? Het gaat niet om heel Marokko, maar om het noorden. De Rif. In het Latijn ook wel Ripa. Dat vruchtbaar land, platteland of kuststreek betekent. We kunnen van de kleine Rif spreken. Met steden als Al-Hosema, Nador en Tezze. Er is ook de grote Rif. Daar horen steden als Tanger en Tetouan bij. De Rif, beter gezegd de Rifijn, wordt regelmatig beschimpt. Deze week sprak bijvoorbeeld een officier van justitie nog in de rechtszaak tegen de demonstranten dat zij net als alle andere Rifijnen een genetische afwijking hebben. Die zou hun rebellie veroorzaken. De vorige koning, Hassan II, noemde de Rifijnen wilde beesten. En in de media en de lectuur wordt regelmatig gesproken van de bewoners van het Rifgebergte. En in het woord bergbewoner huist een ongeciviliseerd persoon. Ik moet hierbij opmerken dat heel Marokko een berg is trouwens. Paragraaf 4. Waarom? Waarom wordt de Rifijn lasterlijk beledigd? Er zijn daar veel redenen voor, maar laat ik hier een gewichtige behandelen. De Rifijn vormt voortdurend een bedreiging voor de legitimiteit van voor de Marokkaanse staat. Omdat de Rif een lange geschiedenis van zelfstandigheid heeft. Als we alleen maar naar de recente geschiedenis kijken, dan zien we het volgende. Het huidige Marokkaanse koninkrijk werd in 1956 ingesteld. De Republiek van de Rif werd 35 jaar daarvoor in 1921 gesticht. De Rif-Republiek heeft weliswaar 5 jaar bestaan. Maar dat de Rifijnen hun eigen staat hebben gehad, vertelt ons dat er een onafhankelijke geest is. Die autonome ziel wordt dus genetische rebellie genoemd. De Rif-Republiek hield op te bestaan omdat een coalitie van Spanje, Frankrijk en Marokko Duits gifgas gebruikte tegen de Rifijnen. De regering van de Rif kon niet anders en capituleerde. Het geweld, de repressie, het racisme en de marginalisatie van de streek is tot op de dag van vandaag nog gaande. Paragraaf 5. Wanneer? Momenteel zitten honderden demonstranten in de gevangenis. Sommigen spreken van een aantal duizenden. Die absurd hoge straffen krijgen opgelegd, terwijl in de grondwet staat dat sociaal protest een recht is. De gevangenen worden slecht behandeld.
bedreigd en mishandeld door de cipiers. En de verhalen van verkrachting doen de ronde. In de RIF is het momenteel verboden om te demonstreren. En de onafhankelijke pers mag het gebied niet in. De journalisten die toch naar de RIF trekken, worden het land uitgezet. Ik vraag me regelmatig af, wanneer gaat dit eindigen? In oktober schreef ik in Dagblad Trouw dat de druk op Marokko nu vooral uit Europa moet komen. Veel Marokkaanse Europese burgers laten hun afkeuring tijdens talloze demonstraties horen. In het essay in de krant verbaasde ik mij over de stuitende stilte van bekende Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond over de situatie in de RIF. Bij die bekende Nederlanders geen gebrek aan engagement, hoor. De ene bekende Nederlander prostitueert tot vervelends toe de Palestijnse zaak, terwijl het niet zijn conflict is. En de ander wil de Nederlander wijsmaken dat elke moslim een beetje salafist is. Maar verantwoordelijkheid nemen voor de Rifijnse achtergrond? Ho maar. Vorige week, dames en heren, stond hier een moedige journalist, Zineb Errazoui, die de aanslag op het tijdschrift Charlie Hebdo overleden. En zij vroeg zich hardop en terecht af hoe het komt dat een Marokkaanse Europeaan het bijzondere talent heeft om niet zijn cultuur als zijn ware achtergrond te presenteren. Paragraaf 6. Hoe? Dit is een paragraaf van weinig woorden. Want de vraag hoe de situatie in de RIF verbeterd kan worden is een klus die ik graag overlaat aan de panels en u. Het publiek. Er rest mij nog één ding te zeggen. Op een goed gesprek en op Sesha. Dank jullie wel. Dank je wel, Aziz. Ik wil jou uitnodigen om meteen ook even plaats te nemen. Je mag kiezen wat je wil. We gaan beginnen met het eerste blok. Daarin gaan wij de vraag behandelen: waarom is er niet meer betrokkenheid vanuit Nederland voor de situatie in de RIF? En daar hebben wij Aziz bij voor nodig. Daarnaast hebben wij nodig. Zij is jarenlang correspondente geweest voor onder andere de NOS in Marokko. Ze heeft daar ook jarenlang gewoond. Inmiddels is ze weer terug in Nederland. Geef haar een applaus. Sjoukje Rietbroek. Ik moet tegenwoordig Rietbroek Siadmi. Ja, je bent pas getrouwd uiteraard natuurlijk. Ga zitten. En hij is burgemeester inmiddels daarvoor. Was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA, nu burgemeester van de prachtige stad Arnhem. Ahmed Marcouch, welkom. Aziz, ik ga met jou beginnen. Ja. Want je hebt het net even genoemd in jouw inleiding. Jij schreef een tijdje geleden inderdaad, volgens mij een half jaar geleden of vorig jaar, dat stuk in Trouw over de betrokkenheid van bekende Marokkaanse Nederlanders hier in Nederland. Waarin je je verbaast over hun stilzwijgen. Waarom zijn ze zo stil? Want we hebben het hier ook onder andere over opiniemakers, schrijvers, acteurs, toch? Ja, ik heb in het stuk heb ik een aantal mensen persoonlijk aangesproken. Iets wat je eigenlijk niet wil doen. Maar ik vond die stilte zo stuitend en zo moreel niet te verklaren. En ik denk ook als je een bekende Nederlander bent. Dus daar horen heel veel rechten bij. Hè? Maar ook een aantal plichten. En de deugd is lijkt mij als mens een belangrijke plicht. En als ik dus kijk naar de inzet van die bekende Nederlanders als het gaat om het debat of op andere gebieden, dan zie ik dus constant die stuitende, wat ik dus een stuitende stilte zie ik vormen. En dat vind ik ernstig. En ik heb natuurlijk nagedacht in eerste instantie, oké, maar waarom maak ik me dan zo druk? En nou ja, goed, daar kwam ik al heel snel achter waarom ik druk maak, namelijk wat ik dus die deugd noem. Ik denk dat veel Marokkaanse Nederlanders bang zijn voor Marokko nog altijd. Hassan II
Hè, dus de hypochondier, de moordenaar, die leeft nog altijd. Zijn geest, hè, die waart nog altijd in al die andere Marokkaanse geesten. Dus ik wilde met dat stuk, ik wilde echt shockeren. Nou ja, het heeft niet geholpen, want die stuitende stilte bleef. Hè? Er kwam geen reactie op. Een van de eerste die dat wel deden, bekende Marokkaanse Nederlanders hier in... Ook in het essay genoemd. Inderdaad, klopt. Ja. Dat heb ik gelezen. Die zit ook naast jou, ja. Ahmed Marcouch. Welkom, burgemeester van Arnhem. U was inderdaad een van de eerste, nog voordat u zelfs in de Tweede Kamer was, zat, toch? Dat u al zich vaak uitsprak over, nog voordat de hele raak ontstond en de protesten. Maar eenmaal in de Tweede Kamer toen, vorig jaar, de aanleiding van deze opstand, de dood van Mahsine Fikri, was u een van de weinige politici die daar iets over zei of schreef. Tegenwoordig zijn het er wat meer in de Tweede Kamer, onder andere van de SP, maar ook van de PvdA, noem maar op. Hoe zat dat in die tijd met de politici? Dat weet ik niet. Ik weet alleen hoe het met mij zat. Ja, maar ik bedoel, ik neem aan dat jij met andere politici hierover. Ik ben toen in El Hoceima geweest toen die protesten net een beetje begonnen. Dat voorval met Mohsin Fikri was al geweest. En ik ben toen in El Hoceima geweest en ik heb een aantal van die mensen gesproken, niet met Nasser Zefzefi, maar ook eigenlijk die jongens met wie ik koffie heb gedronken. Die zitten helaas vandaag nog altijd vast. En die hebben eigenlijk niet veel gedaan behalve zeggen, we willen waardigheid, we willen gewoon meer vrijheid en we willen een rechtsstaat. We willen gewoon als mensen worden behandeld. Ik denk dat je, het gaat hier niet om mensen de maat te nemen, maar ik bedoel, als dat iets zegt, hè, wat Aziz net zegt over mensen wel of niet uitspreken, is dat het wel iets zegt ook over wat de mensen wel of niet weten. Ook al ben je een bekende Nederlander, want de meeste Marokkaanse Nederlanders kennen Marokko natuurlijk van een hele romantische ervaring, namelijk de vakantie. En als je er komt, is het natuurlijk mooi, hè? Want het is zonnig en je kunt er veel besteden, je kunt er goed eten en vervolgens kom je terug. En de meeste tweede, derde generatie Marokkaanse jongens en meisjes weten eigenlijk van de geschiedenis van het gebied weinig en ook heel weinig van de politieke, zeker van de specifieke politieke situatie van de Rif iets af. En op het moment dat er dan iets gebeurt en het beeld wat je hebt over dat land is dat romantische beeld van de vakantie, ja, dan denk je die gasten zijn gek, want Marokko is mooi. En wat willen ze nou eigenlijk? En natuurlijk moet je luisteren, want toen ik een aantal statements maakte, werd ik hier ook aangevallen door Marokkaanse Nederlanders. Die zeiden van ja, maar luister Marcouch, jij staat ook altijd op het podium om te zeggen dat de politie keihard moet optreden op het moment dat iemand de openbare orde en veiligheid verstoort. En dat doen ze daar ook. Dus er was ook heel veel onbegrip, veel verwarring, onbegrip. Dus ik denk dat daar gewoon echt een belangrijke missie ligt voor degenen die wel weten hoe het zit en zich wel in die geschiedenis kunnen verdiepen. Want er is ook heel weinig of niks beschikbaar om dat verhaal te vertellen. En ik kende zelf dat. Dus ik was Tweede Kamerlid en ik kom er veel, want ik heb nog familie wonen en het is nog altijd mijn klooster. Als ik op vakantie ga, dan ga ik daar naartoe om tot rust te komen. Maar ook omdat mijn moeder er ligt begraven, mijn oma, mijn opa's en mijn vader ligt er begraven. Dus het betekent voor mij emotioneel ook heel veel. Maar ik heb natuurlijk ook de afgelopen 40 jaar elke keer weer ervaren. Dat wat we nou fysiek hebben gezien, dat is misschien niet helemaal te vergelijken, maar dat Mohsin Fikri dus in die vuilniswagen is gedood, is vermoord, is wel exemplarisch voor hoe de rivijn zich eigenlijk meer dan een halve eeuw ervaart te worden behandeld als vuil. Vernedering. Vernedering, het ontnemen van echt basale mensenrechten. Iedere, laten we zeggen, basisagent kan je vernederen, kan van alles met je doen. En dat ervaren de mensen eigenlijk alledaags. Het halen van een uitreksel bij een lokale
laten we zeggen, burgerdienst, overheidsdienst, ja, kan zomaar 3 dagen duren. Je bent er gewoon heel lang mee bezig. En dat is in de RIF wel heel specifiek anders dan bijvoorbeeld dan wanneer je, zoals dat in de RIF heet, in Dahili in de binnenlanden bent. Dan zie je dat de attitude toch enigszins anders is. En de voorzieningen van hoger niveau. Ik bedoel, lang niet op het niveau van zoals wij dat in Nederland hebben. Maar wel meer, beter en beschaafder dan er, hoe er met de Rifijnen en de RIF omgegaan wordt. Dat maakt wel dat het gebied... contrast. Ja, dus ik begreep die explosie, begreep ik. En ik vond dat ook wel belangrijk. En ik had ook wel meteen natuurlijk door dat echt een offer is van die mensen. En ik dacht, ja, ik zit hier in Nederland. En ik weet waar dit over gaat. En dan kun je, ja, dan kun je bijna niet zwijgen. Want het minste wat je kunt doen is een luidspreker zijn, een megafoon zijn voor die mensen die daar aan het protesteren zijn met risico's. En dat zien we op hun vrijheid en leven. Ja, en dat is ook wat die mensen toen in Hoshima tegen mij zeiden. We willen geen geld van jullie, we willen helemaal geen gekke dingen. We weten ook dat jullie in Europa niet van de ene dag op de andere iets voor ons kunnen veranderen. Maar zorg alstublieft dat de mensen in Europa weten van onze zaak. En dat is, daarom is dit ook heel goed. En daarom zit ik hier ook, omdat dit een heel goed initiatief is die daaraan bijdraagt. Heel goed, fijn dat je er bent. Maar mag ik heel even erop reageren? Ja, ik wilde eigenlijk ook zeggen, je mag, dat was ik eigenlijk vergeten, je mag gewoon lekker inhaken, of gewoon een soort van gesprek voeren. Heel even kort, op wat meneer Marcouch zegt. Ik vind zeg maar zijn zachte benadering vind ik heel fijn. Maar tegelijkertijd wil ik namelijk helemaal aansluiten op wat je net zei. Al die Marokkaanse Nederlanders die jaarlijks of tweejaarlijks op vakantie gaan, die zien die vernederingen. Hè, en die zien hoe het eraan toe gaat in de RIF. Er is een Nederlandse schrijver, die heeft een tijdje in Brussel gewoond, en die zei, die lijntjes tussen Europa en de RIF, die zijn echt heel kort. Hij zei van, als een Marokkaans meisje een sigaretje opsteekt in Molenbeek, dan weten ze dat 10 seconden later in Al-Hosema. En dus daarom wil ik ook streng zijn voor die voorhoede, namelijk neem je verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er? Toen ik dus de Bali belde, toen vroeg ik aan ze van, hoeveel avonden hebben jullie eigenlijk georganiseerd afgelopen jaar over de Turkse zaak, dus 2017? Nou, dat waren dus 6 avonden geweest. Nou, dus over de RIF 0. En hoe komt dat? Omdat het namelijk die Turkse voorhoede Yuri belt. Ja. En daardoor komt er een dynamiek, ontstaat er. En daardoor komt er publiek. En vervolgens gaan we bij de bar gaan praten. En er is een journalist aanwezig. En er wordt erover gepraat in de krant. En dus ik begrijp helemaal wat je zegt. Maar tegelijkertijd denk ik een beetje streng. Ja. Mag wel. Sorry, nu wil ik even streng zijn. Ik wil eerst nog even Sjouke het woord geven. Sjouke, welkom. Dankjewel. Jij hebt een aantal jaren geleefd, gewoond en gewerkt in Marokko. Vertel. Nee, wat dat betreft sluit ik me ook echt helemaal aan bij wat Ahmed Marcouch ook zegt, inderdaad. Je weet pas wat er in Marokko gebeurt als je er woont. En ik heb heel veel discussies gehad met Nederlandse Marokkanen over situaties in Marokko, die het gewoon niet van mij wilden aannemen dat iets is zoals het is. En al hebben we het maar over iets simpels als armoede in Marokko. Hetzelfde geldt dus ook voor wat er nu gebeurt in het RIF-gebied. En daar merk ik inderdaad ook dat de reactie... ik merk wel dat er op social media in Nederland die strijd wel echt keihard, die discussie wel keihard wordt gevoerd. En dan is inderdaad vaak de opmerking van, ze moeten zich niet aanstellen. Want tuurlijk, het is misschien niet net zoals in Nederland, maar er zijn al veel meer voorzieningen dan voorheen. Er wordt ook aan gewerkt. Er wordt ook wel gewerkt in Marokko, maar wat je ziet, hè, dat is allemaal wat er aan de voorkant gebeurt. En dat is veel. Hè. Als je kijkt naar Tanger bijvoorbeeld, als je tegenwoordig met de boot naar Tanger gaat, dat is een heel ander gezicht dan 10 jaar geleden. Maar alles daarachter, daar gebeurt eigenlijk nog steeds niets. Maar dat zie je niet als je op vakantie gaat in Marokko. Dus wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij wat je zegt. En dat is ook wel lastig op het moment dat je dus inderdaad daarover verslag doet. Dan moet je dat doorbreken. Jij deed daar verslag over, ook over de protesten. Ja. Wat was de respons?
dat ben ik wel benieuwd naar. Als jij bijvoorbeeld een stuk had geschreven of een reportage had ingestuurd hier naar Nederland. Ja. Bijvoorbeeld van de redactie of van de lezers. Ja. Nou, ik werkte dus voornamelijk voor de NOS. En de NOS was er echt wel in geïnteresseerd. Dus daar kon ik best veel kwijt over dit conflict. Ze vonden het heel interessant. Met name ook omdat er zoveel Nederlandse Marokkanen uit dat gebied komen. Daar kon ik veel kwijt. Maar daar had ik weer het probleem. Ik had nog geen draaivergunning in Marokko. Ik heb daar 4 jaar gezeten en een groot deel van die tijd had ik geen persvergunning. Kon ik wel gewoon mijn interviews voor de radio en voor de website doen, maar een draaivergunning kreeg ik niet. Dus vaak vroegen mensen mij, waarom is er nou nooit eens iets op het journaal? Nou, daarom dus. Ik kon daar gewoon niet met een camera naartoe. De respons vanuit Nederland van lezers en luisteraars, die viel me eigenlijk wel mee. Maar dat was denk ik ook omdat ik echt heel erg elk woord dat ik schreef, dat moet ook echt wel, heel erg af moest wegen. Ja, want dat wilde ik jou namelijk ook vragen. Hoe ervaarde jij de journalistieke vrijheid toen jij daar werkte en verslag deed van de protesten? Ja, nou ja, die was. Toen heb ik wel gemerkt. Kijk, ik heb, wat ik al zei, ik heb heel lang in Marokko geen perskaart gekregen. Uiteindelijk had ik die wel ten tijde van die protesten. Maar het was nog steeds heel lastig om daar naartoe te gaan. Als ik naar Al-Hoceima ging, dan stonden er altijd wel mensen in mijn hotellobby druk te schrijven als ik de deur uitging. Of voor het huis van Zefzefi, als ik daar stond. Dus dat was lastig. Nou ja, een aanvraag voor een tv-item, ja, dat hoefde ik al eigenlijk niet eens te doen, want daar kreeg ik dan gewoon geen antwoord op. Want ja, dan kun je dus eigenlijk ook niet zeggen dat je geweigerd wordt. Ja. Maar je kreeg ook geen toestemming. Ik weet niet of het echt zo is gegaan, maar ik ben iemand die 1 plus 1 is 2 heel simpel denkt. Ik weet nog dat jij bent toen ook in Hosema geweest. Daar heb je een reportage over gemaakt. En een tijdje later kreeg ik te horen dat je werkvergunning niet verlengd werd. Ja, op een gegeven moment waren er ook wel hele. Er was op een gegeven moment ook een hele grote demonstratie. Nou, daar kun je dan wel gewoon je gang gaan. Want ja, dat weet de hele wereld dat dat gebeurt. Dus dan gaat Marokko natuurlijk ook niet laten zien dat ze dat tegen willen houden. Maar vorig jaar januari, toen wilde ik voor een reportage voor de NOS wilde ik een interview gaan doen met Zefzefi. Dus ik ben bij hem geweest. Ik heb met hem gesproken. En ik was op dat moment nog in afwachting van mijn verblijfsvergunning. En dat duurde al heel lang. Wat eigenlijk normaal veel vlotter gaat. En op het moment dat ik daar zat in Al-Hoceima, werd ik gebeld door het politiebureau in Rabat of ik langs wilde komen in verband met mijn verblijfsvergunning. Bij terugkomst heb ik dat gedaan. En toen kreeg ik het bericht dat die is afgewezen, reden is niet gegeven. En dat ik 2 weken had om het land te verlaten. En daarna kon ik terugkomen als toerist. In diezelfde periode moest ik mijn persvergunning verlengen. Want het moet ieder jaar. En nou ja, die heb ik nooit gekregen. Die heb je nooit gekregen? Nooit gekregen, nee. Ik ga toch vragen, wat was de reden? Ja, er ontbreken papier. Ja, ik denk wel. Kijk, uiteindelijk ga ik er wel van uit dat het een met het ander te maken heeft. En ik moest op een gegeven moment ook voor die persvergunning al mijn artikelen van vorig jaar aanleveren. En dat met name wat ik over Al-Hoceima had geschreven. En dus ja. Maar waarom heeft hij dit pers niet gehaald eigenlijk? Want ik weet wel, er was een journalist van The Guardian, was het land uitgezet. Nou, dat werd breed uitgemeten in The Guardian. En er was een journalist van de ZDF. Ja. Nou, dat was ook op het Duitse nieuws. Maar van jou heb ik dit niet vernomen in de media. Nee, maar je kunt het ook helemaal niet hard maken. Ik kan niet. Ik weet vrijwel zeker dat dit een heel groot. Toch wel een reden is geweest, of in ieder geval een hele grote bijdrage heeft geleverd. Maar ik kan dat niet hard maken. Ik kan het niet aantonen. Want ik heb alleen maar nooit een antwoord gekregen. Ik heb geen weigering gekregen. Ja, die weigering van. Het is een soort discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland. Ja, zoiets. Ja. Maar dat is dus. Ja, dat is het lastige. Het is gewoon bijna niet hard te maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf in eerste instantie ook voorzichtig mee geweest, omdat ik in eerste instantie nog echt wel wilde proberen om die perskaart te krijgen. En ik in het verleden al eerder ook problemen had gekregen, omdat ik wel vrijuit had gesproken over persvrijheid in Marokko. En dat heeft me toen echt
jaren gekost om het vertrouwen weer te winnen. Om mijn eerste perskaart überhaupt te krijgen. Ja. Ik wil even naar meneer Marcouch. Er is de afgelopen anderhalf jaar ook in Nederland heel veel geprotesteerd door, niet alleen maar in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. Dat heeft uiteindelijk toch geleid tot een paar weken geleden dat er zelfs een hele grote bijeenkomst in het Europese parlement werd georganiseerd. Dus het werd op de kaart gebracht of op de agenda gezet. Wat gaat er nu gebeuren als het gaat om het Europese parlement? Nou, maar goed, het is natuurlijk denk ik wel goed om te markeren dat er in zowel in Nederland als in de rest van Europa veel protesten zijn geweest. En dus er is in de Tweede Kamer er zijn hoorzittingen geweest. De vader van Nasser Zebzefi is ook in de Kamer geweest. Die heb ik overigens ook in Arnhem ontvangen. En daarna is er inderdaad door Katy Perry van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement ook een soort van een hoorzitting. Eigenlijk allemaal manieren om die zaak op de agenda te zetten. Mensen te informeren over wat is er nou precies aan de hand en wat moet er anders. Ik denk dat het voor de mensen daar en voor de zaak ontzettend belangrijk is om die verhalen te blijven vertellen. En dus zowel te doen aan, laten we zeggen, politieke lobby. Daar draagt de pers ook aan bij. Dus die protesten en de bewegingen hier hebben er wel toe geleid dat de pers ook steeds meer interesse is gaan tonen. Zowel de kranten als televisie. Dus Nieuwsuur heeft er bijvoorbeeld een aantal keren ook aandacht aan besteed. Aziz is een paar keer bijvoorbeeld op Radio 1 geweest. Dat is wel een beweging geweest door al die inspanningen. En volgens mij moeten we dat ook gewoon blijven doen. Maar u heeft het voornamelijk over de pers en over de aandacht. Maar ik heb het over wanneer gaat er iets gebeuren? Want ik vraag me af, omdat Nederland, in het bijzonder, maar eigenlijk heel Europa, niet zit te wachten op een escalatie of op een voortduring van deze situatie. Iedereen is er gebaat bij als dit gewoon zo snel mogelijk op een positieve manier afgewikkeld wordt. Want dan heb ik het niet alleen maar over de handelsverdragen of de samenwerking, maar vooral ook over bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom. In Spanje zijn er al nieuwe cijfers bekendgemaakt dat er sinds de protesten in de RIF. Dat men in Spanje gemerkt heeft een toename van illegale bootvluchtelingen, of hoe je het mag noemen. In Nederland zal dat ongetwijfeld ook zo zijn. Dus waarom nog steeds die passieve houding vanuit Nederland of vanuit Europa naar Marokko toe? Of wordt er van alles gedaan achter de schermen? Dat bedoel je. Kijk, de internationale relaties, hè, Europa, Marokko. Marokko heeft natuurlijk als grensland. Ik bedoel, de grens van Europa is letterlijk in Marokko, hè, Melilla, Ceuta. En zoals je daar bent geweest en je ziet die hekken, dan zie je die vluchtelingen en andere migranten letterlijk aan het hek rammelen. Die willen er doorheen komen. Ik denk natuurlijk wel dat dat is een factor die een rol speelt. Maar ook op andere terreinen zijn de relaties tussen Europa en Europese landen en bijvoorbeeld, maar ook Nederland. Dus wat er diplomatiek precies gebeurt. Ja, dus als je de minister van Buitenlandse Zaken Kamervragen stelt, dan zegt hij van nou, we vinden dit soort mensenschendingen et cetera niet kunnen. We zullen Marokko erop aanspreken. Maar daarmee heb je natuurlijk de situatie in de RIF niet veranderd. Dus, en wat het effect volgens mij is dat ik denk dat de Marokkaanse autoriteiten het veel erger vinden dat dit soort bijeenkomsten plaatsvinden, dat die protesten in Marokko zelf plaatsvinden, dat zo'n bijeenkomst in het parlement plaatsvindt waar over de zaak wordt gesproken, dan dat ze aangesproken worden door een diplomaat. Want uiteindelijk is de reactie van Marokko ook op die Kamervragen die ik bijvoorbeeld met een collega stelde, was de reactie van Marokko van waar bemoeien die mensen zich mee? Hè? Van, meneer Marcouch, maar ik denk dat de Marokkaanse overheid het, dit soort bijeenkomsten inderdaad, vervelend. Maar dat u hier zit, is, dat vinden ze verschrikkelijk. En ik me afvraag, hè, komen jullie wel eens bij elkaar als burgemeesters in het land? Ja, maar niet om over de RIF te spreken. Nee, maar komen jullie wel eens bij elkaar? Ja, we komen thee en zo. Ja. En is er dan ook een zekere burgemeester van Rotterdam dan aanwezig? Zo'n vrijdagmiddagborrel achter u? Ja.
Nee, ja, we komen wel eens bij elkaar. Maar als je hem dan tegenkomt, dan zou je moeten vragen... Hé, hey, meneer burgemeester van Rotterdam. Hè, Charlie Hebdo, salafisme, de RIF is the next. Ja, maar ik begrijp het gevoel wel. Ik zal het even uitleggen. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Amutaleb, is gevraagd meerdere keren volgens mij om zich uit te spreken. Ja. Of in ieder geval een mening te geven over de situatie in de RIF. En hij heeft toen letterlijk gezegd, ik bemoei me niet met Marokkaanse toestanden. Nou, volgens mij moet je wel een lintje van de Marokkaanse koning. Ja, volgens mij moet je dat ook gewoon, in zoverre dat kan, gewoon respecteren. Omdat ik vind... U bent ook burgemeester, u doet dat wel. Ja, maar goed, het is niet omdat ik burgemeester ben. Dus ik zit hier niet omdat ik burgemeester ben. Ik zit hier gewoon omdat ik... Nee, ik zit hier, ik bedoel... Ik staat op mijn kaart, burgemeester. Jawel, dat ben ik wel. Dat ben ik 7 dagen in de week, 24 uur. Maar ik zit hier gewoon omdat ik ook persoonlijk betrokken ben. Je memoreerde maar dat net is zelf. Hij, maar dat is hij toch ook? Want ja, mensen betaald komt ook uit hetzelfde gebied. Ja, dus waar je voor moet oppassen, vind ik, is dat je nu gaat doen wat bepaalde politieke partijen hier doen. Dat omdat iemand een bepaalde etnische achtergrond heeft, dat we dan een soort van een meetlat gaan neerleggen om te kijken van in welke mate vanwege je achtergrond ben je betrokken bij bepaalde zaken. Identificeert u zich dan meer dan iemand anders? Nee, met dat gebied of met... Nee, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar ik ben wie ik ben en ik ben betrokken zoals ik betrokken ben. En dat voel ik gewoon in mijn onderbuik. Dat heeft gewoon zijn redenen. Maar het is heel persoonlijk. Ik heb bij mijn leeftijd echt op geen enkele manier dat ik bezig ben van waarom hij niet en waarom hij. En ik vind het veel belangrijk om te kijken van... want voor mij is die roeping er van wat kan ik doen? En in mijn, met wat ik kan en ken... Hoe kan ik nou die mensen daar die meer vrijheid willen, democratie en rechtsstaat, eigenlijk hele fundamentele dingen, hoe kan ik die helpen? En zeker omdat ik in een positie ben dat ik kan praten, dat ik hier kan zitten en gewoon straks lekker kan slapen zonder dat de politie aan de deur staat. Ja, zo zit ik erin. En ik vind dat we ook de mensen in de RIF... recht doen door onze energie ook echt daarin te steken en niet hier met elkaar op die manier bezig te zijn. En ik ben echt blij dat we die tweedeling hier, laten we zeggen in Nederland, niet hebben van mensen die zeggen, ja, ik ben Rifijn of ik ben MSZ'er en jij bent Arabier. En dat we hier, net zoals we dat soms in de Turkse gemeenschappen zien, want het is natuurlijk een hele andere situatie, een andere geschiedenis. Gaan we het straks ook dat je, maar dat is een hele andere situatie. Dus ik vind dat we echt gedreven vanuit... En soms hebben we een persoonlijke relatie. Maar ik ben ook blij dat autochtone Nederlanders gewoon betrokken zijn bij die zaak. Omdat ze gewoon vinden, mensenrechten zijn belangrijk. Daar wil ik wel even op reageren. Want meneer Marcoes, kijk, ik zeg niet waarom jij niet met die zaak bemoeit. Nee, ik zie dat zich niemand met die zaak bemoeit. En dat is de vraag die ik stel. Het feit dat u zich daar druk om maakt... dat maakt u een heel waardevol mens. Ja. En dat zie ik ook. Maar en ik maak er natuurlijk ook wel een beetje een grapje om. Hè. Nee, komen jullie bij elkaar als burgemeester? Ja, nee, we komen bij elkaar. Maar het is natuurlijk vreemd dat niemand van die bekende Nederlanders zich een risico maakt. Kijk wat we nou aan het doen zijn. Hè. We zitten hier en je hebt terecht Jori gebeld om te zeggen van... Hey, de Bali, hoe vaak over de RIF? Maar laten we het nou alsjeblieft ook over de RIF hebben... En niet over individuen die wel of niet. Want afgesproken. Afgesproken. Ik dank u wel. Afgesproken. We gaan zo meteen door. Ik wil nog één laatste woord aan Sjoukje geven. Sjoukje, journalistiek gezien, hoe nu verder? Ja, dat is lastig. Kijk, het probleem nu eigenlijk journalistiek gezien... is dat die grote protesten, die zijn er niet meer... Een groot deel van de demonstranten, wat jij ook al zei, die zit vast. Er zijn rechtszaken. Het lastige met wat er nu hier in het RIF-gebied gebeurt... is eigenlijk het feit dat het allemaal heel klein is geworden. Doordat natuurlijk iedere leider die op een gegeven moment opstond... naar Seffi, die is opgepakt. De burgerjournalisten zijn ook allemaal opgepakt. Websites zijn op non-actief gezet. Op de nationale zenders. Dan zie je eigenlijk alleen als demonstranten een busje in politiebusje in brand steken. De rest zie je niet. Dus dan is het heel. Dat concurreert. We hebben natuurlijk concurrentie in het nieuws. En je kunt moeilijk zeggen, voor de zoveelste keer als journalist zijn er mensen straat op gegaan. En
na een uurtje gingen ze weer weg of spreken. Want ja, maar voor Nederlandse journalisten lijkt het me ook heel erg ingewikkeld. Want je komt in een gebied waar de mensen de Engelse taal niet beheersen. Ja. Vaak alleen het Mezicht spreken. Wantrouwig zijn naar iedereen die van buiten komt. Hè? Dus misschien in een toestand van demonstratie ietsje minder. Maar om daar, Nadia is er geweest en met Nadia Zerouali van de Volkskrant. En dan moet je er echt een aantal, een periode bivakeren. Je hebt echt dat soort mensen nodig die ook de gewone man op straat bij het café kunnen opvangen. Dus dat is wel, niet zeggen. Want demonstranten die willen wel praten. Maar we hebben natuurlijk dus het idee is eigenlijk om gewoon zoveel mogelijk vanuit hier daarheen te gaan om verslag te doen en weer terug te komen. Nee, je moet er echt zitten. Je moet er echt zijn. En dat is een beetje ook het probleem. Bijvoorbeeld Volkskrant, NRC en Trouw en RTL, die hebben correspondenten in Spanje zitten voor Marokko. Ja. En die vliegen af en toe in en die proberen een verhaal te doen. Ik moet eerlijk zeggen, sommigen doen het, die zijn ook echt wel doortastend daarin. Maar je moet daar echt zitten. Je moet daar de mensen kennen. En dan heb je inderdaad dat het zijn demonstranten die willen echt wel praten. Maar dan krijg je eigenlijk ook een heel eenzijdig verhaal. Kun je als journalist, hè, moet je meerdere kanten laten zien. De autoriteiten krijg je nauwelijks te spreken. Of ja, je krijgt de reacties ofwel puur ontkenning. Of een persbericht of iets. Of een persbericht waar je zelf ook vraagtekens bij zet. Omdat je denkt, ja, dit klopt gewoon niet met wat ik heb gezien. Dus dat is heel lastig. En kijk nu naar de rechtszaak. Ik heb in Marokko vaak langslepende rechtszaken bijgewoond. Bijvoorbeeld Hamza B. Hè, van hier. En wat daarin opvalt is, en dat gebeurt dus nu eigenlijk ook precies met de mensen van de Hirak-beweging die vastzitten. Iedere keer dat zij moeten voorkomen is het één compleet chaos. Van twee kanten uit overigens, want die demonstranten die komen daar ook binnen schreeuwend en roepend en juichend. En advocaten die ruzie met elkaar maken of tijdens de rechtszaak hun ontslag aanbieden en weglopen. En dan wordt het weer of uitgesteld. Opgepakt worden ook. Of opgepakt worden. Je kunt als correspondent niet zeggen, ja, voor de zevende keer is die rechtszaak uitgesteld en het was chaos. Ja, dat. Dat is nou precies waarom die fijnen aan het protesteren zijn. Dus, op een gegeven moment er is geen. Ja. Je kunt niet steeds hetzelfde verhaal vertellen. De pers heb je niet. Maar dat wisten we. En daardoor valt het stil. Ja. Ik dank jullie heel erg. Applaus. Ja. We gaan Sjoukje Rietbroek, Ahmed Marcouch, Aziz Aynan. Gaat het? Ja, ik neem mijn glas. Ja. We gaan naar een muzikale intermezzo. Even luisteren naar Barashit en zijn dochter Noumidia. Daarna gaan we beginnen met het tweede blok. En dan gaan we de vraag behandelen. Hoe kunnen wij hier in Nederland met z'n allen op verschillende manieren de situatie beter op de kaart zetten? Zijn jullie er klaar voor? Dankjewel. Barashit en Noumidia. Ihoudriën. Voor dit nummer die heet Ihoudriën, jeugd la jeunesse. Ik kom weer.
قش كوم دين أي حضري يا رنا سنيرا قش كوم دين أي حضري يا رنا وقش كوم ذا بدم ورفز مد الكوزر وقش كوم ذا بدم قامس مانا يا ويا رلي يا را وليا رلا بويا وهي رلي يا را ذوذ النغل اثنين سكوامي جنذه معرق وذكني ويك سنين ما غال شنين نعاق رج ذوذ النغل اثنين سكوامي جنذه معرق وذكني ويك سنين ما غال شنين نعاق رج ذوذ النغل اثنين سكوامي جنذه معرق Volgende nummer is Arreda Giannino. Geef mij mijn adjunct terug, alsjeblieft. Dat gaat nu met je alleen zingen. Ik ga het a cappella zingen. Het nummer is officieel van Egref. En ze betekenen heel veel voor de Berberse personen natuurlijk. Ze zijn een muziekband in Al-Husima, heel bekend. En ja, ik heb samen met hun gezongen in Husima, een tijdje terug. Echt een paar jaar terug. En trouwens. Vergeet niet, die bader, die ja, en een van hun, de percussionist van Agref, die zit ook vast vanwege de... La kusha. Problemen, ja. Oké. Heo, shayadini radine. Araida junino. الغنجر ست ما زيخت ثني ذا وارينو هي وجه يديني غاديني أريد أجوني نو غنجر سيما طوان خذورا ناريفينو جاي ادي نخ اريد اجونينو اي وجاي ادي نخ اريد اجونينو هذا غنجر ست ما زيخت ثني ذا وارينو هذا غنجر ست ما زيخت ثني ذا وارينو اي وجاي ادي نخ اريد اجونينو اي وجاي ادي نخ أريد جونينو هذا غنجر سيم الطوان خذوا رانا ريفينو هذا غنجر سيم الطوان خذوا رانا ريفينو واهي را واهي را واهي را لابويا واهي را لابويا Volgende nummer is Tegraula. Tegraula is la revolutie. Revolution. Toma que toma. Numidia heeft zo'n griep gehad. Ze is niet 100%. Thamimont, thamimont, thamimont. Wat zegrak men ik iets erawin. Thamimont, thamimont, thamimont. وأثخرق منك جراوين أوها يوم القناوي أوها يوم القناوي أوها يوم القناوي أوها يوم القناوي وقدينا قدين داري فيه وقدينا قدين دش الحين وقدينا قدين دش السي وقدينا قدين دمزق إمرمي غنخمم هذاك متو كارني نجا اي مرمي غنخمم هذاك ذورا رني ديها اي مرمي غنخمم هذاك بريد نيران كوا ما
برمي ما ثبت ثقرا ولا وقنا غذي مسكورة طبقبا وجي عما صدي زمان مرمي ما ثبت ثقرا ولا وقنا غذي مسكورة ضورة وجي عما صدي زمان أشوب فوق انوغر طورا هو يتبعوا مر انوغر انطوري ماف ما يميثو ذا ثا انخمم لقم الدوكر وخماني ما نجا مرمي ما ثبت ذا ولا وانا الزال ذي مزقورا وانا قابل اعذوا وانا مزموان مرمي ما ثبت الذكرى ولا وانا ساتي مسكورة وانا قبل اعدى وانا مزموات ايوانا تتيني ايوانا تتيني ايوانا خدم نروخا ذو فتشاح نروقتا محضر رهن التا ويت سنيت سير بدا اي خسا وانت التوث ريما ثنين الشاذيها تنشي ثان ذي ما الدكار خبر ذان ذي ذرار السون خريماث ومازيخ ماني تجام شيثان في مدوكان خبريدان في ذران السون خريمات ومزيغ مانث والدار وريمات ومزيغ وريمات ومزيغ وريمات ومزيغ Dankjewel, Barashid. Barashid en zijn dochter Noumidia, dank jullie wel. Tot zometeen weer. Prachtige nummer over de revolutie. Wij gaan verder met het tweede blok. En dan gaan we de vraag behandelen. Hoe en op wat voor manier vooral kunnen wij deze situatie meer op de kaart zetten in Nederland voor een grotere doelgroep? Hoe kunnen we een grotere doelgroep bereiken? Voordat ik de panelleden het podium oproep, is er een mogelijkheid dat we dat hier al doen? Ik heb het aan het begin van de avond ook gezegd. Als we nou met z'n allen of de helft van de zaal gewoon een paar tweets versturen vanavond, dan zijn we alweer een stap verder. Hashtag de Bali, hashtag Herak of hashtag Marokko mag ook. Dan zijn wij hier in ieder geval al een stap verder. Ik ga op het podium roepen. Zij is journaliste, programmamaker of documentairemaakster en ook columniste onder andere. Ze doet volgens mij nog veel meer, maar dat mag ze zo meteen allemaal zelf vertellen. Geef haar een applaus. Fidan Ekiz. Daarnaast gaan wij de burgemeester Ahmed Marcouch toch weer even vragen om ook zitting te nemen. Mag ook applaus hoor. Mag. En
Een bijzondere gast. Hij is vanaf dag 1 eigenlijk altijd heel erg betrokken geweest met in het algemeen de MSR gebeuren of identiteit, maar vooral in het bijzonder de onrusten of de sociale onrusten en de protesten in de RIF. Hij is een van de bekendste vloggers hier in Nederland. Geef hem een applaus. Saïd Ghotor. Ik wil beginnen met Fidan. Allah, bismillah. Jij en... Goedenavond. Nou, dit gaat wat worden. Welkom. Ga het ontploffen, hoor. Je hebt niks bij je, toch? Wel. Oké, okay. We gaan het zien. Nu heb je hashtag. Nu heb je hashtag, inderdaad. Massaal twitteren. Goed, Fidan, welkom. Jij bent een van de vele prominente Turks-Nederlandse opiniemakers, schrijvers, journalisten die vooral ten tijde van de coup in Turkije hele uitgesproken meningen hebben verkondigd over de coup, maar ook over de gevolgen ervan, maar ook over natuurlijk de oorzaken en over Erdogan. Dat heb je ook geweten, ja. Op een minder leuke manier volgens mij ook. Vertel. Oh. Ik had me laatst nog voorgenomen om er niet meer over te vertellen. Maar ik heb een paar stukken over geschreven. Ik heb me inderdaad ook wel uitgelaten over vooral de reactie vanuit de Turkse gemeenschap in Rotterdam op de mislukte staatsgreep in Turkije. En eigenlijk was het vrij genuanceerd wat ik erover schreef en wat ik erover zei. Maar het viel op zo'n... ja, gevoelig moment. En iedereen was zo emotioneel. De sfeer was echt explosief. Toen kreeg ik al wel hele nare, onaardige scheldmails. Vervolgens hebben we natuurlijk die toestand gehad dat de Turkse minister naar Nederland wilde komen, naar Rotterdam wilde komen, werd tegengehouden en dat er rellen uitbraken bij het Turkse consulaat. Toen liep het wel een beetje uit de hand. Toen kreeg ik dreigementen. Doodsbedreigingen, zou ik eigenlijk moeten zeggen. En dat was ook weer een heel gevoelig moment, want de verkiezingen kwamen eraan. Met Turkije was er natuurlijk het referendum wat eraan zat te komen. Ja, het was gewoon een verkeerde timing blijkbaar. Als je op dat moment uitspreekt als Turkse Nederlander, dan betaal je daar blijkbaar een prijs voor. In die zin dat het gewoon heel bedreigend was voor mij en mijn gezin. Maar kan je een voorbeeld geven van wat je schreef dan bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik al zei, dat was eigenlijk vrij genuanceerd. Ik was kritisch naar de demonstranten die voor het Turks consulaat stonden. En wat ik zei was eigenlijk dat ik niet kan begrijpen waarom je roept dat de Turks president Erdogan, dat je hem als je leider ziet en dat je zou stemmen voor meer macht, want daar ging het referendum over eigenlijk in Turkije, voor meer macht voor iemand die ik zelf zie als een soort dictator. Dat ik dat niet begrijp, omdat als je in Nederland woont, je al die vrijheden hebt waar je volgens mij heel blij en dankbaar over zou moeten zijn. Maar dat je die mensen in Turkije, die je mijn landgenoten noemt, in mijn land noemen ze ook Turkije, dat je die eigenlijk een soort dictatuur instuurt. Daar kon ik me niks bij voorstellen. Ik denk van dat is best wel makkelijk om hier straks voor het referendum ja te gaan stemmen, terwijl je hier van alle verworvenheden en vrijheden kunt profiteren in Nederland. En behoor jij tot een minderheid of tot een meerderheid? Nou, goede vraag. Want toen ik er me toen over uitsprak en over schreef, zei ik dat de zwijgende meerderheid het met mij eens was. Namelijk dat we niet begrijpen waarom Turkse Nederlanders, iemand die 2000, 3000 kilometer verderop leeft en zijn volk, vind ik, onderdrukt en mensenrechten schendt. Dat ik niet begreep dat... Dat ik zei dat heel veel mensen het met mij, Turkse Nederlanders, met mij eens waren dat niet kan. Dus en de zwijgende meerderheid waarschijnlijk te angstig was om zich te laten horen, of het podium niet had om zich te laten horen.
Ik heb wel veel positieve reacties gehad. Steunbetuigingen ook vanuit die groep, die ik dus een meerderheid noemde. Maar inmiddels ben ik daar wel aan gaan twijfelen of dat wel een meerderheid is. Want het blijft eigenlijk, dat werd hier al eerder gezegd over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland ook, het blijft zo stil. Waar zijn ze, denk ik dan? Of voelen zij niet de noodzaak om zich uit te spreken wanneer dingen lastig worden? Aan de ene kant snap ik dat ook wel, want het is niet heel erg veilig om in Nederland uitspraken te doen als Turk over of je een Gulenist bent of pro-Erdogan bent. En ik zal niet uitleggen wat Gulenist allemaal betekent, maar ik denk dat mensen zijn bang. Is, dus is er behoefte aan uitleg daarover of niet? Ik denk mensen het inmiddels wel weten. Maar het verschil is, en dat is wat Aziz vooral aankaart aan het begin, is dat het ondanks minderheid, of hoe je het mag noemen, dat er toch een aantal mensen zoals jij, opiniemakers, ja, of in ieder geval mensen die een podium hebben, en dat podium ook gebruiken, ja, om een mening te geven over de situatie in Turkije of over de effecten wat dat hier in Nederland, effecten voor in Nederland. Ja. En de mensen die met Marokkaanse roots hier in Nederland zitten en ook dezelfde soort podium hebben, juist stil zijn gebleven op een paar na. Ja, over de opiniemakers en journalisten bijvoorbeeld weet ik niet precies wat ik daarover zou kunnen zeggen. Dan denk ik wel eens, misschien willen mensen zich niet mengen in problematiek dat het zich daar afspeelt. Je kan er als objectief journalist over schrijven, maar niet echt mengen in de discussie. Alhoewel ik dat wel soms heb gezien bij de Nieuwe Maan. Die heeft daar veel aandacht aan besteed. Daar zag ik wel mensen voorbij komen. Maar als je me vraagt waarom mensen hier, Nederlandse Marokkanen, niet echt bijvoorbeeld de straat op gaan, zoals Turken dat wel sneller doen, daarvan denk ik echt dat Marokkanen gewoon beter geïntegreerd zijn in Nederland dan is dat het? Turken. Ja, dat denk ik echt. Ik denk dat je het dan hebt over het integratieparadox. Ik denk dat Marokkanen in Nederland minder goede banden hebben met land van herkomst en gewoon echt veel beter zich, ja, je merkt dan, als je sneller geïntegreerd bent, dat je dan hogere eisen, verwachtingen gaat hebben ook van het land waar je woont. En dat dat als gevolg heeft dat je Marokkanen vaker hoort wanneer het gaat over overlast bijvoorbeeld. Volgens mij is dat gewoon een frustratie, omdat ze denken, we worden maar niet geaccepteerd. Terwijl bij Turken is het gewoon anders. Die hebben zulke goede banden met Turkije en de Turkse cultuur. Die hebben dat helemaal niet nodig. Maar omdat je ze minder in die overlast over overlast hoort, betekent dat niet dat ze meer binding met Nederland hebben. Heeft hij dan gelijk hierin? Nee, want ja, dat is de ingewikkeldheid als je twee zaken gaat vergelijken. Omdat Marokkaanse Nederlanders zijn wel de straat op gegaan, anders dan de Turkse Nederlanders, niet om de koning zeg maar te beweerloken, maar om juist te zeggen van er moet meer vrijheid en meer democratie, et cetera, met risico op vakantie. Want ik heb heel veel mailtjes gehad afgelopen zomer van mensen die zeiden van Ahmed, ik heb gedemonstreerd en ik behoorde tot de organisatoren, maar ik was eigenlijk van plan om op vakantie te gaan. Kan dat eigenlijk wel veilig? Maar dat is wel belangrijk, want anders doen we al die mensen die wel de straat op gaan. Klopt, het kort. Klopt, maar zeggen, het waren niet alle Marokkaanse. Ik wil net zeggen, er wonen bijna 400.000. Ja, maar toch, maar dat is wel iets anders dan dat stil is, hè? Ja, maar je hoort er wel veel minder over. Want ook mensen die demonstreerden tegen Erdogan, die Gezi-protesten bijvoorbeeld in Turkije. Nou, ik heb zoveel Turkse Nederlanders tickets zien kopen en naar Turkije gaan om mee te demonstreren. Dus aan beide kanten, dus ook pro-Erdogan en anti-Erdogan, laten zich echt heel erg horen. Ja. Ik lees juist heel vaak ook van Marokkaanse Nederlanders die zeggen, waarom blijft het zo stil? Ook als het gaat over de RIF. Ja, toch vind ik nogmaals, het kan altijd beter. Maar ik vind het wel een compliment waard om te zien dat mensen wel in beweging komen. Ondanks het feit, want dat is natuurlijk wel het verschil, Marokkaanse Nederlanders, het is geen verzuilde gemeenschap. Dus we kennen geen politieke georiënteerde organisaties die politiek ook verbonden zijn met Marokko. Maar Marokkanen zijn wel kunnen Turken beter organiseren dan Marokkanen? Nee, die zijn op een bepaalde manier verzuild. Die hebben allerlei politieke organisaties of politiek georiënteerd. Zij kunnen zich beter organiseren? Nee, dat is gewoon zoals Turkije altijd is geweest. En heel veel van die organisaties zijn ook hier naartoe geïmporteerd.
Maar de Marokkaanse Rifijnen kennen dat bijvoorbeeld niet. Dat is ontzettend ingewikkeld. En zijn ook politiek, zijn wel gebonden met het land. En gaan elk jaar op vakantie, ja, hebben families. Maar niet politiek. Maar zijn dus politiek niet verbonden met het land. En dat biedt wel ruimte om nieuwe dingen te doen. En dat is wel de beweging die ik op dit moment bijvoorbeeld zie ten aanzien van de RIF. Dat mensen nadenken over wat kunnen we op het terrein van democratie, rechtsstaat en politiek doen om de mensen die er zitten te helpen. En dat is wel een nieuwe beweging. Het blijft nog zo een hele kleine minderheid. Ja, maar je moet ergens beginnen. Maar kijk, ik vind dat iets anders dan wanneer je zegt, het is stil, er gebeurt niks. Ik bedoel, het zijn wel de mensen hier die uiteindelijk bewerksteld hebben dat er delegaties naar de RIF zijn geweest, dat de journalisten naar de RIF zijn geweest, maar dat er ook bijvoorbeeld in het Europees Parlement zo'n bijeenkomst georganiseerd wordt, dat in de Tweede Kamer een hoorzitting is geweest. Dat gebeurt echt niet zomaar als de Nederlandse Marokkanen hier, de Rifijnen, niet aan de bel ook hebben getrokken en heel veel moeite hebben gedaan om die zaak over het voetlicht te krijgen, waardoor het politiek ook gehoord wordt. Maar ik ben het met iedereen eens die zegt van vasthouden en het kan altijd beter. Maar dat is iets anders dan zeggen het is stil en maar er gebeurt niks. Maar vind jij dat de opiniemakers zich hier wel meer hebben laten horen dan... Ja, maar wie zijn die opiniemakers? Kijk, wij hebben natuurlijk... Wij hebben Assis. En die zegt net dat hij er alleen is. Ja, maar we hebben niet zoveel... We hebben natuurlijk... Dat is natuurlijk wel het probleem. We hebben niet zoveel opiniemakers. En heel veel mensen die op de voorgrond treden op dit moment... Of krijgen ze geen kans? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Maar wat ik wel weet, is dat het voor sommigen inderdaad soms een innerlijke twist is van moet ik mij nou heel specifiek op dit onderwerp gaan richten omdat ik een Rifijns of een Marokkaans achtergrond heb. Dus die heb je ook. Hè? Mensen die zeggen van ja, maar ik ben wel zwaar van Marokkaans achtergrond, maar ik wil me bezighouden met de circulaire economie. Nee, niet zozeer de realiteit. Nee, niet zozeer de realiteit als wel van ik wil niet dat dat mijn ding wordt. Ik wil niet dat de associatie wordt dat omdat ik Marokkaan ben, dat ik iets moet vinden van een Marokkaans. Ja, maar loyaliteit is iets anders dan dat je heel bewust beroepsmatig... Nee, niet loyaliteit, wat ik zojuist zei. Ik denk dat zich Marokkaans Nederland zich echt sneller meer verbonden voelen met Nederland dan Turken. En ik wil echt niet generaliseren. Heeft nationalisme hiermee te maken? Maar de Turkse gemeenschap is echt meer verzuild. Dat is echt zo. En daar heeft de Turkse overheid ook jarenlang in geïnvesteerd. Dat die banden goed bleven. Ja. Ik hoor al groezemoes. Groezemoes. Denk heeft ze aanhangen. Zit de fanbase? Ja, dat wordt altijd als kritiek opgevat. Ik snap dat niet. Dit zijn feiten. Ik ga even vragen stellen. Als ik kijk naar Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland. Als je gaat kijken, zijn overal actief. Qua politiek, qua sport, qua alles op school, qua ook criminaliteit, dat ook. Ze zijn overal goed bezig. Dat vind ik wel. Als ze iets doen, doen ze het goed. Ja, heel goed. Ja, muziek. Ja, had hij benodigd nog. Ik wil wel aan toevoegen dat het is echt niet... Kijk, ik kom ook op voor bepaalde zaken in Turkije. Als het gaat over persvrijheid, als het gaat over mensenrechten, als het gaat over die Gezi-protesten destijds in Istanbul. Het is niet zo dat als je in Nederland leeft dat je daar dan niet tegenaan moet bemoeien. Mijn kritiek was vooral wanneer het gaat over iemand zoals de president Erdogan, die niet echt onomstreden is, lijkt mij. Want Aziz had het er ook over. Hij had het over angst. Ja. Ik denk dat hij daar echt een goed punt heeft. Ben jij minder bang? Want je hebt aardig wat modder over je heen gekregen. Ik denk wel dat ik er last van ondervind, maar tegelijkertijd ook geluk heb, omdat ik het podium heb om me uit te spreken. Kijk, als er iets gebeurt met mij, zodra bekend werd, wat ik eigenlijk in eerste instantie niet wilde, dat ik doodsbedreiging kreeg, kreeg ik meteen een sms van Lodewijk Asscher. Hij was de eerste die mij een bericht stuurde. Kunnen we iets doen? Hij was toen nog minister, Sociale Integratie. Vicepremier was hij ook. Ja, precies. Gaat snel, hè? Ik wist niet dat hij Turk was. Nee. Saïd, heb jij ook een smsje van de minister gehad? Nee. Jij hebt het ook niet. Nee, dat niet.
Wel bedreigd, maar niet hier. Ja, daarom vraag ik het ook. Want ik ben ook bedreigd. Ja, maar wat ik wil zeggen is, je hebt meer mensen achter je staan. Dat is echt niet onbelangrijk. Ik kan me voorstellen dat als jij Ali of Fatma of Mohammed heet en ergens, weet ik, van de Schilderswijk woont en je zegt, hey, ik ga me uitspreken over wat daar gebeurt. Kan ik me best wel voorstellen dat je denkt, ja, ik sta hier helemaal alleen in. En wie luistert nou naar mij? Ik snap heel goed dat die mensen hun stem niet laten horen. Maar wat daar wel anders was en speelde, want ik heb er natuurlijk ook Kamervragen over gesteld, is dat je zag dat de Turkse gemeenschappen, groeperingen als het ware, elkaar hier de maat gingen nemen. En ook elkaar gingen intimideren. Er liepen scholen leeg. Mensen stuurden elkaar brieven. Er waren lijsten van ondernemers die je moest boycotten. Dus in die zin krijgt dat ook in Nederland een ander soort, even los van de relatie natuurlijk Europa, Nederland, Turkije, dat die enigszins anders is dan bijvoorbeeld met Marokko. Dus dat leidt er wel toe dat die aandacht er ook gewoon veel meer is dan bijvoorbeeld de situatie in de Rif. Ja. Ik wil even naar Saïd gaan. Saïd Rotor, jij bent vanaf dag 1 eigenlijk bijna dagelijks te zien op Facebook met je live video's en vlogs, heet dat tegenwoordig. Waarom ben je daarmee begonnen? Waarom doe je dat? Wat is het doel? Wat wil je mee bereiken? Ten eerste, waarom ben ik mee bij betrokken? Omdat ik eerst daar vandaan kom, van Rifgebergte. Dat is het eerste. En ten tweede, ik wil gewoon die zaak, of die kwestie gewoon aan onze mensen hier in Europa bekendmaken in eigen taal. Want als ik ga in het Nederlands bijvoorbeeld doen of in het Arabisch, dan onze mensen hier in Europa spreken Duits, Engels, Noorwegs, noem maar op, alle talen. Maar wat maakt ons, zeg maar, om onze mensen gemeenschappelijk? Ja, en dat is Temezicht. Berbers. Ja, Berbers. Ja, er is maar één die het gewoon in het Nederlands doet en dat is Vikant Man. Ja, Brahim Doudous. Dat is de enige die het af en toe wel eens ook in het Nederlands doet. Ja, laatste tijd minder, maar toch was gewoon de enige die in het Nederlands doet. Ja, ga door. Dus ik zag gewoon wat daar gebeurt, niet onterecht. Wat daar gebeurt in Nederland. Wat vertel je allemaal in zo'n... ik sta voor 's avonds meestal. Dan zit je thuis en dan zet je je camera aan en dan... Dan ga je een tijdje, soms 10 minuten, soms een half uur, soms wel langer, live bloggen. Wat vertel je dan allemaal? Wat zijn de onderwerpen? Ja, ik krijg heel veel informatie van verschillende bronnen, vanuit Rifgebergte en ook van hier Europa. Bijvoorbeeld wat allemaal daar gebeurt, wat doet de Marokkaanse soldaten tegen onze burgers. Die gewoon vreedzaam op straat komen en ze eisen gewoon eigen rechten en dat is sociaal, economisch en cultureel eisen. Dat is gewoon heel normaal. Ze eisen geen rare dingen of zo. Maar toch, na 6 maanden, worden ze wel aangevallen door Marokkaanse soldaten. En ze worden allemaal ontvoerd. En allemaal, bedreigd. Huizen worden gewoon doorbreken. Deuren en ramen, weet ik veel allemaal. Vrouwen worden geslagen op straat, kinderen, allemaal. Dus eigenlijk, wat jij doet, overigens samen met heel veel andere mensen, ook in heel Europa. Jullie brengen het nieuws eigenlijk. Alternatief. Het alternatief, goed. Want we hadden het net over met Sjoukje. Van ten eerste zijn er al weinig correspondenten of verslaggevers in Marokko. En die er daar zijn, die worden ook, bijna het werk onmogelijk gemaakt of in ieder geval moeilijk. Dus eigenlijk brengen jullie het rauwe nieuws naar... Ja, klopt. Maar dan wil ik toch nog even, want je zei het al, van jullie doen, je doet het in Berbers, in het Temezicht. Ja. Dat is belangrijk, lijkt mij, voor de diaspora, voor de mensen hier in Europa. Maar is het niet tijd om dan ook eens... want Brahim doet dat, wie kent men, is de enige eigenlijk die het in het Nederlands doet. Is het niet tijd om meerdere... vlogs of blogs, of hoe je het mag noemen, in het Nederlands te doen. Zodat de rest van Nederland het ook snapt. Of in ieder geval weet heeft van wat er gaande is. Ik zou het heel graag vinden als andere mensen dat gaan doen. Ten eerste, ik ben niet zo goed, vloeiend Nederlands. Ik zeg niet dat jij dat zo moet doen.
Maar toch is er heel genoeg onze refijnen hier in Europa, die gewoon de taal van Europese landen die heel goed beheersen. Die kunnen gewoon wel die initiatieven nemen. Waarom doen ze dat? Dat weet ik niet. Dat ligt aan hunzelf. Maar toch, ik heb de initiatief genomen om gewoon in mijn eigen taal te doen. Ten eerste omdat ik heel goed ben in mijn eigen taal. Ten tweede, ik wil gewoon met de hele Rivijnse gemeenschap in heel Europa en ook daar in Rifgebergte, in Noord-Marokko. Dat is de tweede. Dus ik krijg veel informatie van verschillende bronnen. En ik wil het gewoon aan mensen bekendmaken en ook ons mensen bewust maken van hun eigen rechten. Want wij vinden gewoon, iedereen zegt dat Marokkaanse staat is geen rechtsstaat. Dat iedereen, koning zelf zegt dit. Hij, is ook, hij zegt ook zijn, in zijn toespraak dat hij de laatste tijd hij zegt, alles is mislukt. Dus wat zegt de Rifbewerking? Zegt ook de koning. En waarom staan nog steeds onze mensen binnen, vast in de gevangenis? Waarom staan ze daar? Inderdaad, een tijdje geleden heeft de koning een aantal ministers ontslagen. Nog steeds? Nou goed, en ook daarbij verklaringen afgegeven. Zo van, oké, er zijn een aantal dingen gigantisch fout gegaan in de ontwikkeling van het RIF-gebied. En jij zegt, dit is eigenlijk wat wij al anderhalf jaar roepen. En waarom zitten die mensen nu nog steeds vast? Ja, precies. Dat waarom ga je mensen arresteren dan? Waarom zitten ze nog vast? Ze krijgen hoge beschuldigingen van verdeeldheid, weet ik veel, separatisten enzovoort. Ja. Terrorisme. Ja, ook dat nog. En laatste is een remkeddem, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik noem het gewoon. Nee, het is geen wijkagent, helaas. Wijkagent is anders dan remkeddem. Als je gaat vertalen, is een soort een beschaafd persoon of ontwikkeld persoon. Maar bij ons is het achterlijk persoon. Want hij is niet. Ja, echt waar. Ze zijn niet gestudeerd. Ze zijn niet gestudeerd. Een soort een wijk infiltrant. Dat is het. Een wijk infiltrant. Dus wat. Wat ze doen gewoon. Het woord van de avond. Ja. Het wordt allemaal. Alle informatie wordt ingezameld. Door die remkeddem. Dus ook. Loopjongen van de burgemeester. Als je vergeet wat heb je gegeten gisteren of vorige week. Dan kan je gewoon aan remkeddem vragen. Hij weet alles. Hij weet alles. Ja. Saïd, we hebben het er net heel kort even over gehad. Want jij brengt het nieuws. En. Want jij hebt best wel een groot bereik. Hoeveel mensen ongeveer kijken en luisteren naar jou? Hangt vanaf, maar laatste tijd is wel meer dan een begin. Ja, waar hebben we het over? Ja. Zit jij ook in de politiek? nee, sowieso ben ik betrokken met politiek. Maar hoeveel mensen ongeveer? Waar hebben we het over? 100? Laatste tijd was gewoon 700 gemiddeld. Okay, ja. Op een avond, die naar jou kijken? Niet per second gaat dit. Oké. Ja. Dus we hebben het over duizenden die... Ja, duizenden. Ja. Jij hebt er ook last van. Ja, zeker. Maar jij hebt wat foto's meegenomen volgens mij. Ja. Wil je even laten zien? Die foto's. Waar kijken we hier naar? Wat is dit? Dat is pagina van alle hackers die ons aanvallen tijdens livestream. Dat is pagina, kijk, bestaat uit 300.045.574 of zo, ja. Nou, is van 300.000 mensen. Ja. Dat zijn allemaal hackers. Allemaal hackers. Ja, misschien allemaal lid van. Maar goed, dat is een groep mensen. Ja, maar die zijn allemaal pro de koning. Is georganiseerd. Pro de koning. Ja, Jesse. Ja, precies. als wij tijdens een livestream gaan, dan komen ze gewoon ons aanvallen. Die gaan jullie aanvallen op internet? Tijdens digitaal een livestream. Aanvallen. Ja? Dan wordt dit bijvoorbeeld soms, volgende foto bijvoorbeeld. Dan krijg je dit. Volgende, ja, dit bijvoorbeeld. Volgende. Hier, bijvoorbeeld traag netwerkverbinding. Terwijl mijn internet is heel sterk. Het wordt gewoon onderbreekt tijdens live. En ik bel mijn provider en zeg, wat is dat? Hij zegt, nee, dat kan niet. Ik zie nergens een aanval. Ik zeg, maar ik krijg dat steeds niet alleen maar ik, maar heel veel Marokkaan die live komst doen, dan wordt gewoon onderbreekt. Bijvoorbeeld laatste, een bekend journalist, eergisteren nog, hij had meer dan 3000 kijkers. Opeens is hij gewoon onderbreekt en nog die live is gelijk geweest. En zijn account is
24 uur gestraft. Dat hij niet mag reageren, niet niks. En dat is heel raar eigenlijk. Wie zijn deze mensen dan? Die mensen echt, ik geef je toch, deze mensen zijn heel intelligent. Zijn heel goed. Als ze jouw internet kunnen vatten. Ja, niet mijn internet, maar van Facebook. Facebook zegt ja, wij zijn heel sterk. Nou ja, we doen er een beetje lachen over. Want het was vooral in het begin van de protesten vorig jaar in de RIF. Zagen we dat heel vaak. Hè? Toen werden tijdens de protesten heel veel burgerjournalisten, noemen we dat. Mensen die gewoon de protesten live streamden. Waardoor heel de wereld mee kon kijken. En wat je toen zag was ook dit eigenlijk. Dat werd ook later, dus zijn accounts, zijn allemaal... Die werden gehackt. Gehackt en werken niet meer, klaar. Dat is niet de enige, heel veel. We hebben dit, de digitale... Maar als je tegen een westerse persoon hier vraagt, zegt jij bijvoorbeeld, wordt onderbreken, zegt wat? Nee, dat kan niet gebeuren. Wij zijn de hele dag bezig met de livestream, maar niemand onderbreekt het. Ja. Maar dit zijn digitale aanvallen. Ja. Heb je nog op andere manieren last? Ja, ook. Omdat jij het nieuws brengt. Ik krijg ook bedreigingen bijvoorbeeld via Messenger berichten. Doodsbedreigingen. Ja, ook. En ook, ik was op vakantie. Niet in RIF van onder Marokkaans, maar Spaans vlag. Melilla. Melilla, we zijn een van de twee Spaanse enclaves nog in. Ja, mijn kinderen zijn wel naar doorgegaan, maar ik ben gebleven in Melilla. Want... Jij durft niet het land in te gaan? Nee, ik sta wel in de recherche, dus sowieso als ik daar ga, gelijk naar Casablanca. Jij staat op een zwarte dus lijst. Dus beter, volgende keer als ik wil ga... Gelijk van hier naar Casablanca, beter van Melilla de Vier dan helikopter. Voor de mensen in Casablanca, daar zitten de gevangenis waar aardig wat activisten vastzitten en waar de leiders zijn. En laatst deze week, 3 dagen geleden, heeft een Kadem Vier een livestream. Dat is die slimme man. Hij is weg, gevlucht naar Melilla, heeft daar asielpolitiek aangevraagd. Wie was dit? En hij heeft over mij gepraat. Over mij en over Nasser Zefi. Nasser Zefi was... Ze waren van plan om hem... te vermoorden in Nador. Ja. Dat was in de maand mei. En over mij tijdens zomervakantie. Maar dat wist ik wel. Ik was daar in Melilla. En ik zag daar rare gezichten naar mij wijzen. En ik ging gelijk naar de eigenaar van de restaurant. Ik zei... Die mensen... Hij zegt, later vertel ik je. Volgende dag ben ik wel daar terug naar het restaurant. Hij zei, dat zijn van Marokkaanse inlichtingendienst. Later, een paar dagen, ben ik daar terug. Hij zegt, Said, ik vertel je een ding, maar alsjeblieft mond houden. Hij zegt, ze willen jou iets kwaad doen. Maar alsjeblieft hier, jij bent veilig. Ik heb met ze gepraat. Maar uitkijken buiten of ergens anders, in een andere... restaurant of... Dus jouw gezin, jouw vrouw en kinderen... Maar dat bevestigt nu die Mugaddam. In zijn leven, eergisteren, hij zegt... Zij het goed toe, ken ik hem. Niet persoonlijk, maar hij is ook bedreigd. Hij was ook... Ze hadden iemand die heel... Een zwaar crimineel, maar hij zit nu vast. Ze hadden hem een opdracht gegeven om mij... Iets aan te doen. Ja. We hadden het even over. Iedereen bedreigt elkaar. Maar het is door Marokkaanse inlichtingendienst. Ja, maar dit wat hij zei was wel een goed punt. Dat mensen willen hun families natuurlijk gewoon ook zien in de vakanties. Of je naar Marokko of Turkije moet. Dan snap ik best wel dat je dan denkt... Nou ja, ik zal maar niks zeggen, anders krijg ik problemen aan de grens. Of kom ik het land niet meer in. Ja. Oh ja, dat is heel tragisch. Vorig jaar... we moeten op de tijd letten. Laatste punt. Vorig jaar... heb ik voor een van mijn artikelen voor Elsevier geschreven. Daarin heb ik de Marokkaanse ambassadeur toen ook geïnterviewd. Want er gingen geruchten rond hier in Nederland, eigenlijk in heel Europa, dat er een zwarte lijst was opgesteld door de Marokkaanse overheid, waarop namen stonden, waaronder dus ook jij, van Europese Marokkaanse activisten.
De ambassadeur die noemde dat nepnieuws en leugens en hij ontkende dat. Een jaar later heeft de procureur-generaal van het OM, Openbaar Ministerie, in Marokko zelf aangegeven met een verklaring dat er inderdaad zo'n lijst bestaat. En dat er ook een aantal Nederlandse activisten op die lijst staan. Dat betekent dat als ze de grens overgaan dat ze opgepakt worden. Ik zie ook hier in de zaal zie ik er gewoon ook één zitten. Ik zag er iemand één. Die verstopt zich onder de stoel. Die verstopt zich nu heel erg. Ahmed, waar ben je? Hij is weg. Hij is weg. Oh, nou, misschien komt hij nog terug. Wie weet. Ja. Maar wil ik even aan u vragen. Blijkt dus wel zo te zijn. Waarom is daar niks mee gebeurd hier in Nederland? Want het zijn Nederlandse staatsburgers die eigenlijk bedreigd worden door een andere mogelijkheid. En waarom is de Marokkaanse ambassadeur niet op de vingers getikt of iets dergelijks? Of is dat wel gebeurd? Dat je dat weet? Ik weet het niet. Nee, kijk, je kunt natuurlijk. Kijk, dat geldt voor Nederland ook. Hè? Als je in de ogen van een land strafbare feiten pleegt, dan kun je ergens op een opsporingslijst terechtkomen. Ik heb overigens van niemand begrepen, of ik moet dat niet weten, dat hij ten tijde van de vakantie, even los van de bekenden die van tevoren, zoals zij het wist, ik sta ergens op een lijst, dus ik kan maar beter niet gaan. Aanvankelijk waren heel veel mensen bang om op vakantie te gaan. Veel zijn wel geweest. En ik heb van niemand begrepen dat ze daarom lastig zijn gevallen. Her en der wel wat meer doorvragen van wat kom je doen. Ja, ook. Inderdaad, de meeste gewoon bangmakerij bij de douane en zo. Voor de rest kon iedereen gewoon op vakantie gaan. Kijk, ja, ik denk dat op het moment dat intimidatie is en dat er daadwerkelijke bedreigingen komen. Dus ik hoop dat zij het ook gewoon elke keer weer aangifte doet bij de politie. Ja, dan kan de minister van Buitenlandse Zaken hier de ambassadeur van Marokko op het matje roepen als die dingen doet. Op het moment dat iemand inderdaad met een Nederlands paspoort... Sorry, dat kan op het moment dat iemand met een Nederlands paspoort... Nee, maar ook iemand met een Marokkaans paspoort die hier gewoon woont, hè, met een verblijfsvergunning. Want niet iedere Marokkaanse Nederlander heeft een Nederlands paspoort. Maar als je ingezetene bent van Nederland en je wordt op welke wijze dan ook lastiggevallen, dan kun je maar, daar... Dat hebben we ook binnen de Turkse gemeenschap ook gezien. Dat de Turkse ambassadeur ook elke keer weer aangesproken werd als er dingen gebeurden. Want de Marokkaanse ambassadeur hier in Nederland heeft gezegd, er is geen lijst. Hij heeft ontkend. Er is geen lijst. Maar zodra je daar in Marokko komt, dan komt ze met de andere aangifte. Oh ja, hier sta je wel. Ja. Iemand heeft jou aangeklagen. Dus kom alsjeblieft daar. Ja. Zo gaat het bij hun daar. Ik moet de tijd in de gaten houden. We gaan blijven lekker gewoon rustig zitten. Aziz, kom je er ook lekker bij zitten als je dat wil? We gaan even wat vragen uit de zaal doen, toch? Ja, je mag ook blijven zitten hoor. Of Sjoukje. Of Sjoukje. Ja, Sjoukje. Ja. Sorry, ik bedoelde eigenlijk Sjoukje. Ja. Jullie lijken zo op elkaar. Goed, Sophie. Hebben jullie zo applaus voor Sophie? Sophie is de redacteur van de Bali en die gaat mij helpen. Wie heeft er een vraag voor een van deze mensen? Steek je vinger op. Sophie, kom naar je toe. Hallo, goeie avond allemaal. Meneer Samuel hier. Ik vind het super boeiend om hier te zijn. Ik dacht, laat mij toch eens wat beter informeren over de RIF. Roept wel heel veel vragen op dit gesprek, maar ik had eigenlijk specifiek deze vraag. Als ik met Marokkaanse Nederlanders spreek, die in het algemeen inderdaad een Refijnse afkomst hebben, hoeveel generaties dan ook terug, dan is het aan de ene kant, de RIF, ja, vreselijk. Volgende seconde, ik heb met de koning op de foto gestaan, cool. En dan zijn ze nog verontwaardigd ook als ik enigszins kritische kanttekeningen plaats bij de Marokkaanse koning. En ik vraag me af in hoeverre is dit ook een bosse entiteit binnen de Marokkaanse Nederlander die zo op het Marokkaans zijn wordt aangesproken dat er een soort van Marokkaans nationalisme optreedt dat weer een beetje haak staat op het Rifijnse verzet. En ik vroeg me gewoon af hoe dat zich verhoudt binnen de Marokkaanse Nederlanders van Rifijnse afkomst. Stel je die vraag aan specifiek iemand of in het algemeen? Nee, ik vind dat heel veel mensen hier wat zelf mogen zeggen, maar ik denk dat misschien Marcouche hier specifiek op kan uitleggen, met salam aleikum, iets over kan zeggen. Heel kort, antwoord. Heel kort. Nee, maar het is wel een hele interessante vraag. Hè? Want we hebben het nu over, laten we zeggen, de protesten en de politieke situatie. Maar het vraagstuk gaat veel dieper over identiteit en over de verbondenheid, et cetera.
ik denk dat we, dat we ook moeten toegeven dat deze koning enige populariteit heeft, doordat die eigenlijk veel meer ruimte, er is veel meer optimisme in zijn tijd dan ten tijde van zijn vader. Wat je ziet dat de Rivijnse protesten eigenlijk hebben blootgelegd, is dat er die oude reflexen van binnenlandse zaken en het autoritaire en het Mazen-idee, dat weer daardoor eigenlijk constateer je dat er nog steeds is, terwijl de meeste mensen dachten van nou, het is weg. Ik denk dat het, zoals Machiavelli zou zeggen, is dat de koning het ook in die zin ook heel goed doet, door zijn handen niet vuil te maken. Dus de meeste mensen zeggen, ja, de politie doet het, of de burgemeester heeft dat niet goed gedaan, of de minister. En dus stuurt de koning zo nu en dan een generaal weg van de marechaussee, of een minister, dat heeft hij ook gedaan, om te laten zien dat hij aan de kant van het volk staat, tegen de corrupte ministers, de corrupte politici, de corrupte ambassadeurs. En dat maakt het dus verwarrend. En dat is ook het vraagstuk vanuit. Hoe krijg je nou dat mensen gaan snappen hoe die mechanismen gewoon werken, en zodat ze ook positie in kunnen kiezen. Maar ik denk dat wat jij noemt als factor, dat post, dat mensen op hun identiteit of etniciteit worden aangesproken. Ja, al die dingen spelen natuurlijk een rol. Hè? Dus er is gewoon bij een grote groep verwarring over, wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Ben ik een MSZ'er, Marokkaan, Nederlander en dan wel weer of weer niet? Dus dat wat we het integratiedebat en discussie noemen, speelt hier natuurlijk ook gewoon mee. Ingewikkeld. Oké. Okay. Iemand anders een vraag? Daar aan de zijkant. Ik heb een klein vraagje eigenlijk. We hadden het over de rol van intellectuelen, van journalisten, van de gewone burgers, dus ook onder andere Rivijnen. Mijn vraag is eigenlijk, wat is de rol van de Nederlandse regering hierin en de Europese regeringen? Kunnen ze iets doen voor de Rif en voor de vrijlating van de Rivijns politieke gevangenen? Iemand? Misschien. Wel? Toch wel. Hij wilde ja, volgens mij. Ik ga jouw vraag overslaan, man. Nee, maar heel kort. Nee, volgens mij hebben we hem natuurlijk wel besproken. We hebben gezegd van, je kunt natuurlijk diplomatieke druk, hè, dat kunnen regeringen doen. En wel degelijk vind ik ook Marokko aanspreken op het schenden van mensenrechten. En tegelijkertijd moet je, en dat is ook wat wij kunnen doen ook, om politici en regeringen te vragen dat te doen. Hè. Dus die bijeenkomst in het Europees Parlement is ook zo'n actie. En tegelijkertijd moet je natuurlijk wel realistisch zijn in die zin. Hè, dat de relatie Marokko, Europa en Nederland, dus die internationale betrekkingen spelen natuurlijk wel mee in de mate en in de hardheid waarmee je Marokko bijvoorbeeld aanspreekt op het schenden van mensenrechten. Want daar zit dat land niet op te wachten. Nou, het zal nooit oprecht zijn in elk geval. En je merkt met Turkije en Nederland ook, Turkije wordt op de vingers getikt en duurt altijd eventjes en vervolgens zijn het weer gewoon vrienden. Maar vrienden zijn het ineens oude vrienden uit Nederland. Nederland, het is allemaal politiek belangen. En belangen. Belangen. Het is puur symbolisch. Ja, maar die belangen kunnen natuurlijk soms ook een kapstok zijn om het wel over de situatie te hebben. Het is niet zo dat het niet moet gebeuren, inderdaad. Maar of het kan, echt oprecht is. Kan ons verkopen voor een schip van vies. Dus ja, echt. Het is heel makkelijk. We gaan naar de volgende vraag. Uit de zaal. Ja. Hey. Ja. Ik heb ook een korte vraag ook aan Ahmed Barkos. Nee, even iemand anders nu. Kom op. Sorry, maar. Namens eigenlijk Rivijnen hier in Nederland of in Europa wil ik sowieso chapeau, zeg maar, aan Ahmed Markouch. Hij is de bekendste eigenlijk Nederlander of politicus in Europa, maar hij is altijd vanaf het begin met Herak geweest. Chapeau. Zonder te vergeten ons Aziz Aina, natuurlijk. Maar ik heb een vraag aan Ahmed Markouch. Zei jij eigenlijk tijdens zijn gesprek, zei jij eigenlijk dat de beweging van de Rivijnen eigenlijk, als we kijken naar de Herak. We zijn nog steeds in het begin, of is het kleinmatig vergelijkbaar met de Turken. We zitten eigenlijk in een soort, wat zij eigenlijk zei, een soort bijna totale radiostilte van onze bekend, Marokkanen in Europa, heel Europa. Dus, ja.
Mijn vraag aan u, ze zei we in het begin, we moeten nog een stap maken. Ja, heel, u, even de vraag. De vraag is, heeft u eigenlijk ideeën om ons te helpen? Als herakbeveiliging, hoe komen wij echt goede stappen? U hebt eigenlijk genoemd de Europees. Hoe komen wij echt goede stappen? En die bekend Nederlanders of Europeanen, Marokkanen, echt in beweging. Het tips, is genoeg. Tips of ideeën? Ik zou zeggen, om te beginnen, niet veroordelen. Probeer te begrijpen. En probeer mensen gewoon, zeker als je zelf in de voorhoede bent van de zaak op de agenda te zetten. Om stap voor stap mensen gewoon te overtuigen van het belang van hun betrokkenheid. Volgens mij moet je dat op die manier doen. Maar nu al veroordelen en zeggen, ja, kijk eens, die doet niks en hij doet niks. En lelijke dingen over elkaar zeggen. Ja, dat creëert alleen maar afstand. En dat is voor de zaak niet goed. Oké. Fidan, heb jij tips, ideeën? Ik denk dat mensen oproepen om iets te doen niet per se negatief hoeft te zijn, toch? Het is ook niet bekritiserend bedoeld per se. Nee, maar er is natuurlijk... Ik heb het natuurlijk over... Hij voelt zich persoonlijk aangesproken. Nee. Jij moet de riff redden. Nee, maar ik bedoel, het gebeurt. Het gebeurt dat mensen ook... Het gebeurt wel, maar ik denk dat het wel meer mag gebeuren, toch? Dat begrijp ik echt uit jouw verhaal. Nee, ik bedoel, het veroordelen gebeurt. Als we elkaar de maat gaan nemen, dan is dat niet de manier om mensen te overtuigen. Heb jij nog iets aan toe te voegen? Ik denk dat de journalisten en intellectuelen waar we het over hadden meer hun stem zouden mogen laten horen. Blijkbaar is daar behoefte aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoor ze ook niet zoveel over deze zaak. Ik wil jou daar iets over vragen, want wat mij ook is opgevallen bijvoorbeeld. Dan heb ik het even over de... Ja, mag dat tegenwoordig zeggen? Gewoon de blanke Nederlandse opiniemakers. Nou, eigenlijk meer uit de rechtshoek. Ik ga het gewoon specificeren. De rechtse opiniemakers in Nederland. Die tot op de dag van vandaag bijna dagelijks nog steeds twitteren of artikelen schrijven over Erdogan bijvoorbeeld. En dat zijn geen malse. Ze zijn niet lief voor hem. Nee. Waarom doen ze dat niet over de Marokkaanse regering? Hele goede vraag. Dankjewel. Rashid, ja? Heb jij een antwoord hierop? Ja, misschien, maar ik wil gewoon over iets anders... Kom je toch wel weer op mijn verhaal aan het begin van de avond. Maar toch wel. Even wacht. Over hoe Marokkanen het hier doen. Als Marokkaanse Nederlanders de Erasmusbrug op zouden gaan en met vlaggen zouden zwaaien en zo op een negatieve manier in het nieuws zouden komen, denk ik dat je ze wel zou horen. Verder? Op een negatieve manier in het nieuws komen. Nou ja, want dat zou betekenen dat ze niet loyaal zijn aan Nederland en wel betrokken zijn bij Marokko. Ik denk echt dat in het geval van Erdogan dat een rol speelt. Weet ik bijna als zeker. Als ik vergelijk nu met de jaren 80, 90, toen autochtonen van hier in Nederland waren meer solidair met andere volkeren in de hele wereld. Nu hoor je bijna niks. Nee. Waarom? Het wordt ook als te regionaal gezien misschien. Want inderdaad, Erdogan kan je niet vergelijken met de RIF. Want Erdogan wordt gezien als een dictator. En wat daar aan de hand is, is alleen maar een goede zaak. Toch, als je je daarvoor uitspreekt. Misschien wordt het te veel als regionaal gezien. Ik denk dat heel veel van de vragen eigenlijk ook al wel beantwoord kunnen worden met... het heeft ook te maken met de positie van de koning. Want ook de demonstranten hebben al vanaf begin af aan uitgesproken... het gaat ons niet erom dat wij niet loyaal willen zijn... of dat wij de koning weg willen hebben. Het overgrote deel, Steffi zei dat ook. We willen ook niet afhankelijk zijn. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Turkije... dan gaat het ook veel meer ook om de positie van Erdogan. Ja. En ik denk dat gewoon ook zoveel wind uit de zeilen neemt... van een hele hoop partijen... Dat er eigenlijk voor zorgt dat het hier ook niet heel groot wordt. Ik denk dat er wel veel meer Marokkanen de straat op zouden gaan, Nederlandse Marokkanen, op een moment dat de Rifijnen zouden proberen echt de koning uit zijn positie te halen. En dat is niet het geval. Maar betekent dat te onbelangrijk is? Ja, maar... Van te klein? Is dat het? Nee, ik denk dat er een gebrek informatie wel degelijk een probleem is. Maar ik denk ook het idee van, het is... misschien wel het enige land in Noord-Afrika en in die Arabische wereld wat nog stabiel is. Mm-hmm. En waar de koning zich toch de afgelopen meer dan 10 jaar profileert als de koning van de armen. Ja. En een hele jonge, sportieve koning. Ja. En dus dat beeld en ook nog eens... En dat doet hij ook, dat is ook werkelijkheid. Hè, dat hij opkomt voor vrouwen, onderwijs. En, mm-hmm. Dus er zijn in zijn tijd is er best wel veel progressie op een aantal dingen gedaan.
dat maakt dat mensen denken van ja, het zou wel goed komen, zolang die man zelf ook kritisch is. Het is een beetje zoals in Rusland, merkte ik, dat als je mensen vraagt daar naar Poetin bijvoorbeeld, zeggen ze, weet je, het is zo verschrikkelijk geweest, prima. Zolang wij hem met rust laten en hij ons met rust laat, leven we hier prima. Er wordt ook echt op gehamerd, hè, dat als er iets dan gebeurt in het regime, waar dan ook in Marokko, dan wordt er gerefereerd naar vroeger. Dan wordt er gerefereerd naar de hele regio, die zo'n beetje in de fik staat, behalve Marokko. Ja. En wij willen toch ook geen Libië hier. Ja, geen Syrië. En daar zijn mensen echt bang voor. En dat is ook het argument wat je vaak hoort als mensen de Hirak-beweging de mond willen snoeren. Is wij willen gewoon niet dat Marokko een soort Libië wordt. En dat is ook een argument wat erg onpast. En dan zeggen die jongeren van, ja maar meneer, we willen helemaal niet dat Marokko een soort Syrië wordt. We willen dat Marokko een soort Zweden wordt. Ja, of Zwitserland, toch? Zwitserland. Ja, klopt. We gaan naar de laatste vraag uit de zaal, toch, Sophie? Ja. Sorry. Ja, sorry. Het is echt... we zijn al uitgelopen. Hey, ik ben Khadija en Millie. Ik ben geboren en getogen in Marokko. En ik voel me... Ik ga gewoon een mening geven. En probeer ik in Nederlands. Nou, heb je een vraag? Ja, maar okay. Dat komt later. Ik heb één vraag voordat ik ga zeggen iets. Van meneer Marcus en de andere Assis. Assis één. Ja. Yes. Waar zijn jullie geboren? In Marokko of in Nederland? Humoristische Haarlem geworden. Oké. Wat ik wil zeggen, ik ben iemand die is voor vrede. Wat ik hoor hier is heel anders dan wat ik zie in de media, Marokkaanse media of buitenlandse media in Arabisch. In Marokkaans, maakt niet uit, maar zegt het erg iets. Ik heb gestudeerd op universiteit met mensen van de Rif, van de Zuid, maakt niet uit, we zijn allemaal dezelfde. Wat gebeurt in Noorden? Dat willen wij natuurlijk niet. Kom alsjeblieft met je vraag is, nu. Ja, de vraag is. Waarom hier, ik hoor nu vandaag dat de mensen gaan demonstreren alleen omdat ze willen cultureel, economisch en sociale benefits, let's say. Maar niet, wat ik hoor in de media in Marokko, is dat ze zeggen dat ze willen eigen staat. Ja, ik was al aan het wachten dat dat ter sprake gekomen wordt. Sjoukje. Of zal ik Aziz jou het woord? Wil jij het woord nemen of niet? Separiste. Wil jij je antwoord opgeven? Ja hoor. Maar wacht, wat is de vraag? De vraag is, de dame hoort vandaag, vond eigenlijk alleen maar over de legitieme eisen, sociale aspecten en noem maar op, van de protestbeweging. Maar de dame zegt dat zij in de Marokkaanse media eigenlijk andere verhalen hoort. Waaronder dus dat de volksbeweging een eigen staat wil. Okay. Klopt dat? Ja. Ik weet niet zo goed wat er... ik volg de Marokkaanse media een beetje. Maar ik kan me voorstellen dat de propaganda van de Marokkaanse koning dat voortdurend in de media pompt. Dat de Rifijnen dus een eigen staat zouden willen. Ik moet er wel bij zeggen, als de Rifijnen een eigen staat willen, of een autonomie, vind ik dat eigenlijk prima. Want de Marokkaanse staat heeft 60 jaar de kans gekregen om er iets moois van te maken. Nou, het is een potje. Nou, als iemand mij 60 jaar vernedert, discrimineert, in een hoekje duwt, en als ik dan op een dag opsta en zeg van nou, misschien wil ik het huis zelf opbouwen, dan hebben die mensen gelijk, lijkt mij. Dankjewel. Ik wil de panelleden bedanken. Sjoukje, Ahmed, Said en Fidan. Geef ze een applaus, alsjeblieft. Dankjewel. Wij gaan nog even luisteren naar het laatste liedje van Barashid. En waar gaat dit over? Waar gaat het over? Het liedje gaat over Zubzep. Die heb jij speciaal geschreven. Zubzep. Thank you.
media vond het niet lekker, ze is ziek, ze is naar huis gegaan. Ze vindt het lekker. Ik kan wel. En ik ga voor jullie een nummertje zingen. De tekst is van Morgen de Altooi. Zelf ook gemerkt, dit is, dit zijn onderwerpen die je niet in 2 uurtjes of in 6 uur of in 3 dagen of in 6 weken kunt uitbespreken.
Ik hoop dat er nog meerdere avonden georganiseerd gaan worden, zoals vanavond. Dankjewel de Bali, dankjewel Sophie, dankjewel Aziz Aynan voor het initiatief nemen. Dank jullie wel vooral, Sjoukje Rietbroek, Ahmed Marcouch, Fidan Egis en Said Ghouttour. Geef ze nog één keer een applaus en jullie bedanken. Tot de volgende keer. Dankjewel.